Hugh. Ja. Heb jij een idee hoe je zalm maakt? Nou, ik had het ook kunnen doen. Wat? Van die kant-en-klare burgers in een magnetron ben je in 2 minuten klaar. Hoe gaan we dat thuis voorkomen? Ja, weet ik veel. Gewoon mooi serveren. Zeggen dat je het zelf hebt gemaakt. Maar een echte gentleman kan toch in ieder geval koken voor zijn vrouw en thuis iets voor mensen neerzetten? Je zou denken van wel. Maar zijn we echte gentlemen? Dat is nog steeds iets wat we ons afvragen al 2 seizoenen lang. Ik denk dat de volgende missie is dat we iets moeten leren maken. Ja. Ja? Oké, okay, nou wat we doen is we pakken wat ingrediënten. En dan zoeken we iemand die ons kan leren koken, zodat we thuis mensen kunnen entertainen en onze vriendinnen eventueel trots kunnen maken. Groot stuk, klein stuk. Heb je een mandje? Toevallig wel. Ik denk overal aan, hè? Nou, dan gaan we. You are now in the presence of a... Welkom en tof dat jullie allemaal kijken naar Day One. Een nieuwe aflevering van The Gentleman's Club. En als je nu aan het kijken bent, vergeet dan niet even te abonneren. Dat komt nu in beeld. Dankjewel daarvoor. En mijn vraag aan jou is, ja. Kook jij wel eens voor je vrouw? Niet per se. Ik doe wel bestellen, dus indirect is dat ook koken. De traditionele man kookt volgens mij wel minder. Ik weet niet zeker of dat waar is, maar dat voelt zo. Of ik bestel gewoon te veel, dat kan ook. Ja. Maar wat ik vind is dat de echte gentleman moet kunnen koken. Moet in ieder geval voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en de mensen die hij uitnodigt een fatsoenlijk gerecht op tafel kunnen zetten. Ik denk dat wij de mensen dat moeten leren. Ja. Maar wat ik wel vind, is dat je er fantastisch uitziet. Dankjewel, Montje. Dit is wel... Dit is wat je krijgt, hè. Dit is waarom wij al 2 seizoenen op zoek zijn naar de gentleman. En ja. Q komt er steeds meer in. Thanks, je voelt man. Het. We geven elkaar niet vaak complimentjes. Maar nee, maar ik vind het fijn. Als jij nu vanavond thuis komt en je kan ook nog eens voor Steffi een heerlijk gerecht op tafel toveren. Ja, dan onverslaanbaar. Toch? En we hebben trouwens hulp. Ja, en die hulp gaan we krijgen van een bekende Rotterdamse kok. We zijn vandaag bij zijn restaurant genaamd Goud. En dat kan je zien ook. Herman den Blijker ken je wellicht van televisie. Groots van gestalte, doch perfectionistisch in de keuken. Zijn Rotterdamse kolenschoppen produceren de mooiste gerechten op tafel. En dat willen wij vandaag van hem leren, zodat wij dat thuis ook kunnen. Oh. Herman. Hey. Herman. Herman. Kan de kennis te maken. Stevige hand, Herman. Zeker. Nou, ik denk dat we een beetje tegenop kunnen. Ja. En de Kale Mannenclub, hè? Dat is ook nog wat. Wij willen de echte gentleman anno 2023 creëren. Dat is wat we gaan doen. Maar de echte gentleman moet ook voor zichzelf kunnen zorgen, voor zijn gezin. En moet dus kunnen koken. Nou, heel toevallig kunnen Q en ik... Ja, niet koken. Bro, jij wist net niet eens dat je een ei kon koken. Ik bak hem ook meestal. Mooi verhaal. Is dat het enige? Koken of bakken? Voor de rest weet je niks van mij. Nou, ik... Wil je eerlijk zijn? Wil je eerlijk weten? Ik heb laatste echt... gaat het duren. Dit gaat niet helemaal jouw voor. Als je dit echt niet echt goed vanaf brengt vandaag, en dat doe ik echt rustig, dan kan je beter ophouden met het onderdeel koken. Dan moet je er ook vanaf halen, want dan ga je het echt nooit leren. Want het zijn zulke simpele dingen. Alles bij de appie gehaald om de hoek. Ja. Alles. Niks vreemds. Beetje aandacht gaat werken. Beetje aandacht en liefde. Ja, absoluut. Herman heeft een challenge voor ons. We maken vandaag 2 gerechten. Eentje met zalm en eentje met pasta. Herman doet het een keer voor en Q en ik mogen het daarna namaken. Herman beoordeelt daarna wiens gerecht het beste in elkaar zit. En we weten allemaal wie deze gaat winnen. Nou, we komen restaurant Goud binnen en Herman is een duidelijke man. Weet wat hij wil, er wordt niet gefukt in zijn keuken. En daar staan Q en ik samen. En eigenlijk worden we compleet gedomineerd. Hebben geen idee van wat we ons te wachten staat. En moeten we ons er gewoon op toegeven dat vandaag een dag van luisteren en ondergaan wordt, denk ik. Hey, die zalm, die pakje, dat is, als je bij Albert Heijn gaat, dan zitten ze in zo'n blauw pakje en er zit een cellofaantje overheen en er is een filetje. Ja. En dat filetje zit er geen graad meer in, dus dat is heel makkelijk. Een beetje olijfolie eroverheen en dan staat de oven 45. Wat de mannen moeten dadelijk gaan doen is eigenlijk heel simpel. Simpeler wordt het niet, kan het niet, is herkenbaar. Bij 1 gerecht zelfs hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Niet meer dan een goed stukje vis, een blikje en een beetje bladgoud. Als je dat niet kan, als je dat niet begrijpt, dan zit er iets niet goed in je hoofd. Ik denk dit stukje vanaf een half uurtje, 20 minuten. Dit. Ja, rijst. Ja, wat. Dat is pasta. Ja. Dat is pasta. Ja, ja. Nee. Ja, maar we gaan ongeveer wel hetzelfde behandelen. Buikspek, ja. Klein snijden, opbakken,
Met veel pepers. Heb je vragen? Ik heb wel een vraag. Daarna gaan wij doen, hè? Moet poepen. Nee, mag ik misschien een plakje kaas? Ik zit heel te kijken, ik heb een beetje trek in kaas. Dit is een serieuze vraag. We gaan beginnen. Terwijl Q de Parmezaanse kaas molesteert en bovendien laat zien dat zelfs normaal eten een uitdaging is, begint Herman met de uitleg van het kookproces. We starten bij het scheiden van de eierdooiers en het eiwit. Hoe doe je dat dan? En aan de dooier is het niet geel. Sorry? Wat? Wat? Kijk eens! Ja, maar... Kijk eens! Dit is dat spek. Dat is 100 stuks gesneden. Ja. Dat gaan we vergaren en bakken. Oké. Okay. Ik moet eerlijk toegeven, het gaat wat snel, Herman, voor mijn gevoel. Herman begint met koken en eigenlijk gaat het allemaal zo snel dat ik het niet kan volgen. Ik kijk naar Q. Q is kaas aan het eten. Is ook niet aan het opletten, wat waarschijnlijk in mijn voordeel is. Oké, okay, dit is nu uitgebakken. Vet vang je op. Heb je opgelet? Ja, ja, zeker. Stukjes snijden, vet eruit laten druipen, klaar. En dan gooien we een kluit peper erbij. Is er ook nog een ander stukje vlees als spek? Iets van rund ofzo? Of, ik ga dat even laten doen, ja. Een soort bavet, rund. Koe weet je wel, hè? Koe weet je wel, hè? Ik wat ik trouwens ondertussen ga doen? Even kijken naar het stukje zalm. Huh? Kijk eens die lompe vingertjes er even op de visje duwt. En dan kan je maar niet te hard doorheen duwt. Lompe vingertjes. Dan kan je even kijken of die raar is. Zeg je nou dat ik lompe vingertjes heb? Nee, nee, maar ik kan, ja, ik kan me iets meer voorstellen. Ja. Hey, jullie kunnen met ons meeleren koken. Alle ingrediënten staan gewoon in de beschrijving. Je moet dit thuis kunnen, toch? Iedereen moet dit toch thuis kunnen, Herman? 100%. Spek klein gesneden. Pepers en een beetje knoflook bij elkaar. Je hebt een ingrediënt, dan ga je gaar maken. Hoe maak je hem gaar? In spek bakken, pasta moet koken. Zo rijst. Dit eidooiers? Ja. Ja? Hier kan ik wel uren naar kijken. Misschien moet je zo'n YouTube-kanaal beginnen, dat je gewoon zo'n microfoontje erbij zet, cameraatje erop. Wij gaan samen een YouTube-kookkanaaltje doen. Maar vaak dat gaat jij en je vader. En de kleinzoon. Dit wordt warm. Pasta, eidooiers, die kaas, die gaat zo binden met elkaar. Oh, het ziet er wel echt lekker uit. En als je dan een beetje peterselie gehakt hebt. Maar dit kan met vis, kan met paddenstoelen. Dat hoeft niet met spek, dat kan met aubergines, met courgettes. We zijn klaar, we proeven het eens. Fantastisch lekker. Maar ik weet absoluut niet hoe ik dit voor elkaar ga krijgen. Het was in mijn hoofd één grote chaos. Daarom kook ik ook nooit. Ik zou dit dus elke dag maken. Ik ben blij voor degenen die aan het kijken zijn dat het allemaal in de beschrijving staat en dat ze het zelf een keer kunnen proberen. Heb ik er veel vertrouwen in dat het goed komt? Nee. Maar ik hoop wel dat het zo meteen te eten is. Herman laat nog even zien hoe hij de zalm perfectioneert. Dit is gaar en niet droog. Nadat de zalm gaar is, schept hij het vet van de zalm met de olijfolie over de zalmmoot heen. Vervolgens doe je er een klein toefje zout bij. Daarna komt de showsteak, een dikke schep kaviaar. Om het helemaal af te maken, voeg je het bladgoud toe, want ja, het oog wil ook wat. Dit ziet er wel dus heb je iemand te versieren? Wil je vrouw een keertje na een hele lange tijd denken van, hé, ik ben er ook nog, ga even indruk maken? Ja, ja, dan moet ik het zo serveren. Ik kan er weer 5 jaar tegenaan. 100%. Gaat het? Lekker hoor. Je hebt geen helemaal gouden lippen. Ja, dat zou mijn vrouw ook. Goud tongetje. Is lekker te doen, hè? Deze is erg lekker. Dit is erg lekker. Ik ben benieuwd of we hem ook zo kunnen maken straks. Kijk, het ziet er allemaal niet zo moeilijk uit. Maar ik denk dat het moeilijker is dan verwacht. Behalve de zalm dan. Ik heb wel echt geleerd, als dat niet lukt, dan is er iets mis met je. Hoe makkelijk Herman het eruit laat zien, zeg maar. Of het ook zo makkelijk lukt. Dat is een twijfel die ik heb. Maar goed, we zijn hier vandaag om te leren koken. En koken begint met een K. Wat je nog meer met een K begint, kan ik niet. Wat je nog meer met een K begint, kant en klaar. Het goede voorbeeld is gegeven. Nu gaat de strijd losbarsten. Q en ik gaan uitmaken wie van ons de beste chef voor thuis is. 3, 2, 1. Kijk, pak jij ook zo'n stukje? Of pak ik? Nee, maar nee, ik doe gewoon een beetje. Andere kantje. Er een beetje overheen, geef je ook. Zou ze andersom neerleggen? Ja, nog een beetje. Zit zat.
Hoezo ben je hem nu al aan het helpen? Hij is niet aan het helpen. Herman, ik wil niet dat je jezelf... Ja, maar je doet het al een stukje sneller en beter. Dus ik denk, nee, ik moet het meer beleid, zeg maar. Wil je niet? Mag ik hem ook erbij leggen? En door. Heb je zalm erin gezet? Ja. Weet zeker? Godver. Dit is lelijk. Ja, zo. Dacht, normaal verlul ik hem hier. Ja, nu, ja. Dit is echt lelijk dat je dat nee, doet. Als chef nee, dat zou je nooit doen. Peper erin. Meer. Juist. Je vlees erin. In één keer. Meer. Schroffe peper, als je gaat bakken. Gaat dat scherpte een beetje ervan. Eet je vlees medium rare door het bakken? Wat doe je meestal? Medium rare vind ik wel lekker. Oké, dan iets hoger, iets aan het bakken. Q wordt gewoon geholpen. Dat is geen enkel probleem hoor. Maar ik ga gewoon lekker door. Ik kan allemaal weer daar zijn zeker hier hoor. Ik heb toch wel het gevoel dat Herman mij meer mag. Want we komen van dezelfde plek af, hè? Geboren in Rotterdam. Getogen. Dus daar kreeg ik misschien een klein beetje hulp bij, maar daar zeg ik geen nee tegen. En dat hoeft Jay ook niet te weten, dat ziet hij waarschijnlijk nu pas. Maar dat vind ik niet erg. Ja wel. Ja, goed zo. Ja. Q, hoeveel hulp heb je nog nodig, hè? Nee, ik heb helemaal geen hulp. Zeg maar, is Herman voor jou aan het koken of ben je zelf aan het koken? Ik ga ondertussen door, jongens. Maak je maar niet druk. Hop. Dit moet lekker bruin worden. Ja. Q, ga je nog koken of hoe zit het? Wat ben je aan het doen? Je bek houden. Wat ben je aan het doen? Dit is dus het eigeel. Met kaas, dat ben ik aan het vermengen. En dat is nu dit geworden. En het proeft heel lekker. Weet je wat daar aan het doen is? Oeh. Waarom moet je altijd, als jij je ding hebt gedaan, commentaar leveren? Waarom ben jij zo misselijke vent? Oké, dus ik ben nu de spek, die is redelijk goed doorgebakken en krokant zoals je ziet. Ben ik aan het afgieten, want het vet hebben we zo meteen nodig. Zo kun je blijven snijden, ja. Kun je ahoeren. Zo, nee. Dan snijd ik de klauw eraf. Dat klopt. Dus je hebt een soort van dingetje. Lukt het, Q? Ja. Oh ja. Denk je iets te moeilijk? Doe je gewoon even zo. Ja. Oké, wat moet ik nou ook alweer doen? Ik ben het even helemaal kwijt. Je pasta ga je zo koken. Je mengsel heb je klaar. Dus je vlees ga je door je mengsel van je eidooien en je kaas doen. Niet zeggen, oh ja, alles moet vanmiddag. Als moet je in één keer voor iedereen koken, hè? Dat mag je al niet, man, klootzak. Alsjeblieft, mag ik ook nog klootzak? Ik ben even aan het kijken of de helft... Nee, maar klootzak, giet nou! Ja. Erg, jongen. Je mag stikken in je pasta straks. Maar pakt hij niet, hoor. Dus vorig seizoen hebben wij geleerd hoe je moet... Hoe je moet gaan met etiketten in een restaurant. En nu zijn we dus aan het koken. Zo doen we steeds een stap. We weten nu hoe we ons in een restaurant moeten gedragen. Nu weten we ook hoe we moeten koken. What the fuck? Ik denk, jij 300 euro stukjes allemaal met kaviaar erop. Hoeveel doe je erop? Heb je trek? Je wil je meisje toch verwennen? Als het daarvan afhangt, heb je wel een heel kleintje. Ja, ik heb ook nooit gezegd dat het niet zo is. Gewoon thuis serveren, hè? Maken wij voor jou. Terwijl QC als echte gentleman een beetje doet alsof hij goed kan koken, heb ik nog steeds niet door dat hij mijn tweede stukje zalm als een echte lul uit de oven heeft gehaald. Dat is ook, hè? Je moet opletten. Het zalm eruit halen, ja. Kijk, weet je wat het is? Als ik het niet doe, dan doet Jay het, snap je? En ik ben gewoon dit keer een paar keer te scherp af geweest. En moet je gewoon goed blijven opletten, man. Het is competitie. En in een competitie speel je niet altijd even eerlijk, snap je? Kijk naar Maradona. Hé, hey, mijn zalm. Nee, jongens willen dadelijk ook eten. Dit is mijn zalm. Nee, waar is mijn zalm? Ja, dag. Dit is mijn zalm. Dit is mijn zalm. Volgens mij staat jouw eens daar. Nee. Volgens mij wel. Maar dit eraf. Klootzak. Dit is treurig. Ik zou niet zo willen winnen, maar dat ben ik. Parels voor de zwijnen. Kijk hoe een mooie decoratie. Ben je klaar voor? Ik heb blokhout nodig. Ja, dat staat voor je neus, ja, Bolle. Dat zijn die velletjes.
Oh, hij heeft er een zooi van gemaakt. Hij heeft zo'n 40 euro bladgoud verneukt hier. Wacht, rustig. Kijk, als het moeilijk is, hou je hand stil meteen, hè. Oké. Okay. Laat je vingers eens zien. Je moet dus twee gerechten maken. En dit is de laatste caviar. Terwijl wij de finishing touch toepassen, is het dan toch echt tijd voor de beoordeling van ons werk. Herman gaat onze zalm met caviar en bladgoud proeven. Wie wint deze eerste opdracht? Herman zijn zoon, QC, of ik? En we zijn toch stiekem een beetje zenuwachtig. Mag ik ook nog? Wat? Waarvoor? Je hebt toch genoeg erop zitten? Nee, je hebt beide stukken gelijk gedaan. Ja, natuurlijk. Ik er niet. Ja, maar waar is caviar dan? Klopt dat? Ja, je hebt alles opgemaakt. Nee, je zou twee stukken maken. Nou. Het ziet er ook niet uit wat je hebt gemaakt. Kijk dit, man. Vind je? Presentatie gesproken, man. Kijk hoe dit eruit ziet. Man. Kijk even hoe dit eruit ziet. Hoe mooi. Ja, met dat vieze platte bordje. Bro, platte bordje. Weet je wel, jongen. Nee, oké, okay, kijk. Kom maar. Als je zo gaat praten. Ja? Daar zijn we. Ja, het is natuurlijk een beetje gek, want ik heb twee stukjes. Eentje voor de crew, zoals beloofd, en eentje voor jou, Herman. Ja, kijk, ik wil even zeggen, ik vind het jammer... Nee, mag ik even mijn toespraak houden? Ik heb hem geserveerd op een plat bord, dat is natuurlijk niet zomaar. Want het is een klein stukje, dus dat is beter voor de presentatie dan dat je een dieper bord gaat gebruiken. Ik snap het niet, het ziet er minder aantrekkelijk uit. Ik bedoel, stel je voor je wilt een nieuwe auto kopen. En die auto komt helemaal onder de modder. Koop je hem misschien ook minder snel. Dus presentatie, daar draait het ook om. Daar heb ik even voor gekozen. Ben ik iets scherper geweest dan Jay. En dan sta je al, misschien niet met 1-0, maar met een halve puntje sta je voor. Ja. Ik ben voor een wat dieper bord gegaan, omdat ik wist dat Q voor een plat bord zou gaan en ik sowieso niet hetzelfde wou doen. Ik wil je wel heel even erop wijzen, want dat ik ook voor de crew heb gezorgd. Met een redelijk stuk. Ja, maar die bepalen niks, hè? Dus dat sla je bij de verkeerde. Ik kan dit zo niet winnen. Oh, Q en zijn vader. Qua borden, als je dit verzuipt in een diepbord, dit moet je zo gaan eten. Zo, snap je? En dit, en als je iets anders zou doen, het beste was geweest dan een wit plakbord. Maar dat gaat even, het gaat om de smaak. Ja. In dit geval zit de caviar erop, dan moet je altijd zorgen dat je of een plastic lepel hebt of een benenlepel. Om het uit te leggen zonder partijdig te zijn, hier zie je alle ingrediënten nog. Dit is een beetje onder een dekbed gelegd en schuif maar in je mik. Doei. Deze verhouding... Nee, maar laten we even stoppen. Wat is de kans dat ik dit nog kan winnen? Nee, dat gaat goed. Kan maar luisteren, want je leert ervan. Oh, mijn hebben we als eerst geproefd. Het is alle twee hetzelfde. En ik weet zeker, als jullie dit thuis gaan maken, dat je de hoofdprijs hebt daarna. Smaaktechnisch geen verschil. Dus het lullige over de streep is toch de presentatie in eerste instantie. De smaak is geen verschil, dus de grote baas... Zag ik totaal niet aankomen. Geen dank. Ja, dat was ook lekker. Het is ook niet eerlijk om tegen familieleden te strijden. Het is gewoon heel moeilijk om ertussen te komen bij die twee. Het zijn toch vader en zoon. En ik dacht bij mezelf, als ik nou gewoon zoveel mogelijk zelf doe, zo min mogelijk vraag... Dan is Herman eventueel onder de indruk van het feit dat ik het helemaal zelf doe. Maar het is me toch niet gelukt, dus jammer. Ronde 2 moet zo verschrikkelijk goed zijn dat ik er alles aan moet doen om nog een beetje wat te kunnen doen hier. Maar het ziet er naar uit dat Q er met de winst vandoor gaat. Tijd om het tweede gerecht af te maken. De pasta. Mijn laatste kans om er nog een gelijkspel uit te trekken. Nou ja, het volgende recht staat klaar. Ben ik benieuwd wat ze met de commentaar gaan doen, wat ze gekregen hebben, hoe ze het nu gaan presenteren. En de smaak is totaal anders. De een heeft het spek gebruikt, gepekeld, de andere de rund. Ja, hier staan we weer. Met allebei een bordje. Nou, en ik heb mijn best gedaan om er een kleine twist aan te geven van mezelf. Alle ingrediënten zitten erin.
Benieuwd wat je ervan vindt. Ik vind vooral de manier waarop de opmaak, als we daar al naar kijken, vind ik verschillend. De een heeft een dam gebouwd en de ander... Een stronthoop. Een stronthoop. Nou, gaan we. Ik ga wel vast even hier zitten. Ja, ik incasseer dat verlies wel vast. Herman begint aan mijn pasta met varkensbuikspek. Of, zoals hij dus zelf noemt, de stronthoop. Zou je een restaurant uitlopen? Zeg maar, als je dit zo geserveerd zou krijgen met de smaak en alles erbij? Of, Nou, heb geen statie voor een ander onderdeel, denk ik. Maar op zich qua smaak, als je ogen dicht doet, is je eten, je hebt honger, je hebt trek. Ja. Volle dikke smaak. Ja. Maar dan moet je 10 dagen in de Sahara hebben gezeten, zeg maar. Dan moet je mee gedaan hebben aan Expeditie Robinson. Nu is de pasta met rundvlees van Q aan de beurt. Welke bereiding krijgt de voorkeur? Daar schudt hij weer ja. Daar schudt hij weer ja. Het is toch onmogelijk om hier te winnen. Nee, maat, hij heeft nog niks onmogelijk. Gezegd. Onmogelijk. Hij heeft nog niks gezegd. Nee, bij jou doet hij nog net geen dansje. Bij mij ging die lijn over zijn nek. Hij likt zelfs de lepel af bij jou. Details, hè? Ja. Buiten de opmaak, want dat is allemaal bagger. Deze pasta heeft wat meer beet, die is wat meer, zeg maar, kan je bijna door een zeef wrijven. Ja. Ik vind hem te weinig kaas en te weinig smaak hebben in zout en peper. Ik vind het wel 1-1 eigenlijk. Goh, dit is lekker zeg! Dit was de belangrijkste. Ja, dit heeft niks met de belangrijkste te maken. Dit was de belangrijkste. Dit heeft niks met de belangrijkste te maken, maat. Het staat gewoon 1-1. Nu moet jij dit in één keer het meest belangrijke ervan maken. Dit was ook gewoon prima te doen. Er mocht iets meer kaas op. Hij was gewoon prima te doen, maat. Nou, ik denk dat duidelijk is, Q. Ik ben de morele winnaar. Nee, het is een 1-1 met een lichte neiging naar een dikke winst voor mij. Dit is ook weer gewoon niet gentleman aan jou, zeg maar. Wat dan? Nou, we hebben allebei vandaag hier gekomen zonder ervaring, zeg maar. Ja. We hebben allebei iets geleerd. We kunnen allebei voor onze vrouw nu thuis koken. Ja. Hoe je het went of keert. Dan kan je ook zeggen van, oké, weet je wat, we hebben er iets moois van gemaakt. Is dat een beetje competitie, maar we zijn beide winnaars. Je zag aan hem ook dat ik had gewonnen. Hij trok jou net over de streep, want hij zei dat mijn de slechte was. Winnen is winnen. Of ja, nou, en ik of heb dat de nou eerste een 1-0 is in de 98ste minuut, maakt geen reden. Ah, het is toch 1-1, ik heb toch ook gewonnen? Oké, nou, voor degene die aan het kijken is, vergeet niet te abonneren. Maakt niet uit waar je kijkt, of het nou op Snapchat is of TikTok, maakt allemaal niet uit. Vergeet niet te abonneren, ik ben helemaal klaar met deze gast. Ik kan toch ook gewoon een keer zeggen, Jay, gefeliciteerd man. Wat zei hij net? 1-1. Hou. Hij zei net 1-1. Hou op. Ongelooflijk. Gaat hij zo doen. Oh, wat een mannetje. Je gedrag staat echt gelijk aan je lengte. Het tweede seizoen van de Gentleman's Club zit er jammer genoeg op. Wat hebben we weer veel gelachen en tegelijkertijd ook veel geleerd. We begonnen met het exclusieve vervoer van de Telegroep. We kregen een kijkje in de lifestyle van de echte gentleman. We ontdekten de wereld van superluxe jachten en we sloten af met een masterclass van de man himself, Herman den Blijker. Hopelijk zijn jullie door ons weer een stapje dichterbij gekomen om een echte gentleman te worden. We zien jullie ideeën voor eventueel een derde seizoen graag terug in de comments. Dus laat het ons weten. En vergeet uiteraard niet te abonneren. Tot snel en later.